Kijk hoe leuk dit doosje is. Als je hem open doet, baal ik hiervan. Dus hopelijk is die op tijd klaar dat we, als het echt lekker weer wordt, echt kunnen genieten erin. Zet mij aan. Zo, en dus ben ik er nu even weer. Welkom in ons ontplofte huis. Dus ik ga hem eens proeven. Goedemorgen, het is maandag. Ik heb super slecht geslapen, want Sarah lag bij ons in bed en Sarah en Marco waren allebei heel onrustig. Als de een heel even rustig lag, ging de volgende. Dus eigenlijk ben ik kapot moe en toch ben ik op tijd mijn bed uit en voel ik me op dit moment redelijk fit. En ik heb precies vandaag een best wel actieve dag, volle drukke actieve dag. Dus ja, we gaan zien hoe het gaat vandaag. Ik weet dat ik nu even snel een kiwitje eet. Kiwi Gold. Dan heb ik vast wat in mijn buik. En als ik die meiden, Mila is er ook al, zo op school heb gebracht, dan eet ik nog even iets meer. Ik ben weer thuis. Meiden zijn lekker op school. Die hebben eerst gym. Dus daar zijn ze altijd heel blij mee. En ik ga thee zetten. En ik heb echt trek in heel veel thee. Maar ik mag maar één thee nemen, want ik moet straks de deur uit. En als ik meer thee drink, dan moet ik de hele tijd naar de wc. En dat is niet handig als je goed bent. Dus dat gaan we maar niet doen. Oké, lekker bakje thee. Ik heb een krentenbolletje erbij gepakt. Thee is trouwens wel echt heel heet nog. Ja. En mijn afspraak voor zo, die is verzet naar woensdag. Dus ik heb iets meer de tijd om dingen te doen en iets meer de tijd om het rustig aan te doen. Want ik voel wel dat ik aan de ene kant heel actief ben, maar aan de andere kant echt, echt wel heel erg moe ben. Dus ik ga even dit doen en dan ga ik zo zet het bed even opmaken. Die heb ik gisteren helemaal afgehaald, alles gewassen. En dat is allemaal droog. En dan moet ik dadelijk ook brood eruit halen, die meidenlunch hier. En nog allemaal kleine dingetjes hier doen. Maar eerst even wat eten en goed wakker worden. Ik heb een pakketje binnengekregen. Alleen ik heb meer besteld. En dit is zo'n doosje. En dat andere kan daar onmogelijk in zitten. Allebei bij de bijkorf tegelijk. Maar ik denk dat het in twee delen verzonnen is. Hier, oh, hier heb ik zo'n zin in. Dit is van Missoma. Allebei trouwens. Deze ook. En deze vind ik zo gaaf. Ik ben nog steeds mijn sieradencollectie een beetje aan het uitbreiden weer, omdat er natuurlijk nog steeds heel veel wal was. Maar echt, oh kijk hoe leuk dit doosje is. Als je hem open doet, zit het in een heel leuk zakje. Is dat bij deze ook? Ja, bij deze is dat ook. Oeh, ik hou van mooie verpakkingen. Ik bewaar het ook altijd netjes in de verpakkingen. Ik vind deze zo geweldig. Oh, wat grappig. Die grotere zitten in het kleine zakje en de kleine in het grote zakje. Nou, dat ga ik wel andersom bewaren. Ik heb deze oorbellen besteld. Dat zijn deze. Dit zijn die kleinere die dus in het grotere doosje zaten. En deze. Dat zijn de grote. Het papiertje valt er vanaf. Dat zijn deze. En ik vind ze zo gaaf. Dit was echt een beetje liefde op het eerste gezicht. Ik heb nog niks in. Ik was vanochtend zo druk al in huis bezig. En dan hoop ik dat ze niet te zwaar zijn, deze. Want ik heb aan deze kant een uitgescheurd gaatje eronder. En soms zijn oorbellen te zwaar, omdat het natuurlijk het velletje eronder, zeg maar, heel dun is. Dus soms redt hij het dan niet. Nou, waarom wil dat niet? Dus het is echt even heel spannend. Want anders heb ik er niks aan. En ik vind ze zo gaaf. Oeh, ze zijn wel heel zwaar inderdaad, maar kijk of dit niet door gaat scheuren, want dan zou mijn oorlog scheuren. En dat vind ik een iets minder goed idee. Ik denk dat deze te zwaar zijn. Oh, wat baal ik ervan. Maar ik voel het echt in mijn rechteroor.
die zullen er ook al niet in. Ik had vorige keer ook al, terwijl ik best wel regelmatig oorbelletjes in dit gaatje doe, maar soms doe ik het een maand niet en dan wil het wel. Dit gaat niet werken. Nee! Waarom? Dit is echt niet tof. Dit is wel echt te zwaar. Ze zijn ook echt zwaar. Het is massief. Ik denk dat deze echt wel 300 gram weegt of zo. Per stuk. Echt heel zwaar. Dan vind ik deze ook wel heel tof. Maar dan moet ik er wat anders bij. Ik heb ook vandaag grijs aan. Dan vind ik goud ook niet heel mooi bij. Kijk, deze zijn ook wel echt heel tof. Dus ik ga alleen deze houden, denk ik. Ik zie het ook gelijk, ik voel heel mijn oorlel. Maar echt, ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Er zitten dus hier echt twee gaatjes vlak om elkaar. Die onderste was dus uitgescheurd. Nee, dan gaan we in het terug. Baal ik hiervan. Ik vind het echt niet leuk, maar goed. So be it, dan maar. Deze zijn gelukkig wel goed. Ik vond ze zo leuk bij elkaar. Oh, deze ga ik houden. En die andere doe ik dan terug. Want die werken niet. Even het kaartje kijken of die er enigszins aan kan bevestigen. Die viel er gelijk natuurlijk vanaf. Zo. Nou, dan ga ik die ene maar terugsturen. Ik vind ze heel gaaf. Ja, echt heel leuk. Maar ze zijn gewoon echt te zwaar. Ze zijn zo mooi. En ik ga zo trouwens gelijk even kijken wanneer mijn andere pakketje binnenkomt dan. Maar deze was met PostNL. Misschien dat die andere dan met DHL verzonden wordt. Dat heb ik wel eens vaker gehad. Het was tijd om even te gaan lunchen. Ik had nog soep over van gisteren, dus die heb ik even opgewarmd. En ik heb nog wat knappe bolletjes. Alleen, ik had nieuw besteld, maar ze zijn even tijdelijk niet leverbaar. Dus daar baal ik van. Dus ik moet het doen met wat ik nog heb. En ik heb al brood eruit voor de meiden. Dus ik ga nu lunchen. En ik lunch graag het liefst voordat ze er zijn. Want dan heb ik al gegeten. Dan ga ik ze daarna halen. En dan heb ik mijn handen altijd wat meer vrij. En dan zijn we wat sneller dan als ik ook moet eten. Dan ja, heb je toch iets minder tijd over op de een of andere manier. Ik denk trouwens dat het helemaal niet zo verkeerd is dat we onze afspraak hebben verzet. Want ik loop nu naar school. En dan is het echt al koud. En het is ja, heel licht miezerig in de lucht. Het regent niet echt, een beetje mistig of zo. Dus het is geen lekker weer. Maar de aankomende dagen zou het wat beter moeten gaan worden. En na deze week zeggen ze dat het helemaal lekker weer wordt. Dus daar hoop ik echt op. Ik ben er echt aan toe. De tuin gaat langzaam, maar wel steeds een klein beetje verder. Dus hopelijk is die op tijd klaar dat we, als het echt lekker weer wordt, echt kunnen genieten erin. De dametjes zijn er weer en we gaan lekker naar huis. En ik had mijn bonjourtrui niet meer. En nu heb ik maar mijn jurk een rok gemaakt. Ja, heel charmant. Maar je hebt je trui terug. Ja. Yay! Mijn kampioen traag eten heeft eindelijk haar eten op. En ze hebben nu wel geteld 1 minuut om boven te spelen voor we weg moeten. Maar daar maakten ze heel erg graag gebruik van. Dus ze zijn boven gerend. Ik heb ondertussen het eten voor vanavond helemaal klaargezet. Moest een bloemkool slachten. We eten weer die hele lekkere bloemkoolschotel. Alleen dan moeten die bloemkoolroosjes echt in kleine stukjes gedaan worden. Want dan is het lekkerst. Alleen dat is echt een bloemkool slachten. Zo. De vaatwasser is wel weer vol genoeg. Er zitten natuurlijk ook onderdelen van de koelkast in. Dus die gelijk aan. Ik had tegen Sarah gezegd, help maar in. En toen kreeg ik dit briefje, echt wel heel schattig. Zet mij aan. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik ga ze nu weer roepen en dan kunnen we gelijk weer naar school toe. We zijn weer onderweg naar school. Gelijk maar even de paasdecoratie gepakt. Dan kunnen we vanavond rond koken gelijk gaan versieren. Ik heb besloten dat ik mijn nagels zal lakken. Ja, dit is weer een rommel geworden omdat ik mijn make-up netjes wilde. Dus ik moet even een kleurtje uitzoeken. Ik weet niet wat ik wil. Ik heb ook echt lang mijn nagels niet gelakt. Maar ik denk dat ik wel voor iets even wat neutraler ga. Dus niet zoiets.
denk dat ik deze ga doen. Deze lijkt rozener, maar deze is wat doorzichtiger. Dus als je hem opdoet, is die vrij subtiel. Deze is wel echt super, super mooi. En die is van Herom. Gelijk ook even, oh is dat niet scherp, maar even weer alle randjes netjes veilen. Want door die gel nagels zijn ze niet overal even netjes. Maar dat moet ik heel subtiel doen, want anders splijt ze gelijk. En daarna, waar is die, ga ik ook nagelvaarder erop doen. In de hoop dat dat ook beschermt dat ze niet verder gaan splijten. Ik heb nu één hand gedaan. Hij is iets verder dan ik me eigenlijk kon herinneren, maar neutraal genoeg. En nu moet ik nog, ik moet voorzichtig doen, deze doen. Die heeft wel de vaarder. Maar ik weet niet of ik alle lagen red. Want deze is dus nog nat. En ik wil altijd één hand vrij hebben om alles te kunnen doen. Dus ik denk dat ik op deze alleen nu even een dun laagje doe. En dat ik eventueel vanavond nog een tweede of derde laag erop doe. Ik heb weer zo'n befaamd hoe dan moment. Hier zit alweer een kras in en deze is helemaal gedeukt. En alles, ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar echt, nagellak en ik zou het gewoon eigenlijk niet meer moeten doen. Nu, spullen pakken, naar school. En daarna hebben we afgesproken met Chantal, Belen en Javy. Want vorige keer hadden we een bijna een jaar te laat kraamvisite. Maar toen waren de cadeautjes niet binnen, want dat was een heel gedoe. De dag daarna kwamen ze binnen. Dus nu hebben we weer afgesproken. Ondertussen is het ook jaren geweest, dus hebben we al de volgende cadeautjes. Maar goed, dan zijn we wel klaar voor één kraamvisite en een eerste verjaardag. En één keer echt gezellig thee drinken. Wij zijn net bij Chantal, Belen en Javy geweest. Alleen de kinderen waren zo druk en veel en alles. Dus de tijd is omgevlogen. Ja, dat was per ongeluk. Kan gebeuren. Maar je hebt ook heel lief met Javy gespeeld. En de cadeautjes waren een succes. Nu met Sierra buiten spelen? Nou, kus. Hey, Julie's auto. Ja, dat lijkt het wel hetzelfde. Doei. Doei. En Sarah, mocht je daar naar binnen gaan, 5 uur thuis zijn. Oké. Lijkt me het eten opgezet, alleen ik krijg zo'n dip nu. Echt, ik heb echt het gevoel dat ik elk moment kan omvallen van slaap. Het ging heel de dag best wel redelijk. En nu merk ik echt dat ik echt, nou, wat heb ik, 2 uurtjes geslapen, zoiets. Ik weet het niet precies. Ik weet dat ik het nog 4 uur heb zien worden. En ik moest 7 uur eruit. Maar ik weet niet of ik 5 minuten daarna of hoe lang ik daarna sliep. Want dan ben je toch in een vermoeidheidsstaat. Dus dan registreer ik dat minder goed. Nou, deze ui wil ik niet meer. Poging 2. Maar er komt iemand aan de deur. Nou, ik weet niet wat het is met die uien. Binnengekregen. Kijken. Even een lang snijden. Die doe ik al helemaal zo van binnen. Nou, gaat lekker. De nieuwe uien. Poging 3. 3 maal scheepsrecht hopen we dan maar. Mijn pan gaat wel heel erg. Ik stond een lijstje aan de deur voor haar vermiste kat. Maar goed, wat was ik nou uiteindelijk aan het zeggen? De vermoeidheid overvalt me echt in één keer heel erg. Dus ik zou echt, als ik ga liggen, ben ik denk nu in een minuut weg. Nou ja, het eten moet op. Ik hoop dat Marco snel thuis komt, dan kan hij me even overnemen. En anders moet het gelukkig ook een tijd in de oven. Dus dan ga ik daarna desnoods even liggen. Want ik val echt om. Hè. Ik kan best goed met 6 uur slaap. Dat is wat ik meestal slaap. Dat gaat prima. Maar 2 à 3 uur, dat wordt wel een ander verhaal. Dus ik ben echt zo moe in één keer. Zo, en dus ben ik er nu even weer. En trouwens ga ik nu ook lekker even basenfrisering met deze. Nou, deze ga ik even openmaken. Als het me lukt. Trekken jullie maar even in. Zit maar in de vorm. Ja, ik zit gewoon met je in de Lola. Hey Google. Speel Lola. Oké, ik speel Lola van T-Series 8 via Spotify. Oeh, daar komt ie.
dus zullen we dan. Ouch! Koud konijntje. Zo heen. Is echt zo leuk. Ik weet helaas niet hoe die werkt. Oh ja, nou ja. Gewoon allemaal twee drum. Ja. Ja, deze ga ik even door elkaar doen. Oh, was het me leuk met zo'n grote stapel. Nou, memory. Dan in dit tasje. Het tasje kan zo nog bij de tafel staan. Oh, oh ja, deze ook. Deze heb ik bij het peuterspeelzaal gemaakt. Met een wc-rol erachter. Ik kan je hem zo wat houder pakken. Welkom in ons ontplofte huis. De tuin is een heel stuk verder, maar er staan allemaal dingen hier. We moesten de keuken opruimen, maar de vaatwasser moest leeg. Alleen ik viel net bijna aan slaap. Marco heeft net een heel stuk van de tuin even schoongespoten. Want dan werd het allemaal wat makkelijker en overzichtelijker. Dus er zit hier zo'n gek ding nu op de kraan. Dus echt overal staat van alles. Maar daar ga ik me nu niet druk om maken. Ik ga nu thee zetten. Dan ga ik editen. We hebben net lekker bloemkoolschotel op. En ik heb er een restantje bewaard voor vanavond. Opa had toch heel veel bakjes pas gekregen. En die kon het niet aan. En ik vind het altijd zo lekker. Dus dat ga ik gewoon straks opwarmen. Echt heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Ik had hem het liefst helemaal leeg gegeten. Maar mijn buik was er iets minder mee eens. Dus ik ga nu editen. Marco die is nog even de deur uit. Die moest nog wat dingen regelen. Dus... En ik edit het liefst als ik alleen ben, want ik vind het altijd lastig editen als hij ernaast zit. Ik vind het altijd al heel moeilijk om mezelf te horen. Ik ben het ondertussen wel enigszins gewend. Maar het blijft toch altijd een dingetje. En als je dan soms jezelf in herhaling moet horen, en dan vooral als je dan een specifiek punt in jouw praten probeert te vinden, en dan zit er iemand naast, ik vind dat verschrikkelijk. Dus... Ik edit echt het liefst als ik alleen ben. Echt beter. En soms moet ik echt nog echt twee stukjes en dan komt hij binnen. En dan denk ik echt, oh, was 3 minuten later binnengekomen. Dan was ik klaar. Maar goed, dat is iets wat ik heb. Als het helemaal afgeëdit is, vind ik het tegenwoordig niet meer erg om mezelf terug te horen. Dat vond ik in het begin wel. Daar had ik er heel veel moeite mee. Het is zo raar om jezelf te horen praten en zien doen... Daar heb ik echt aan moeten wennen, maar gelukkig gaat dat nu goed. Moet ook zeggen, in het begin toen ik ging vloggen vond ik mezelf echt net een robot. Als ik het nu terugzie, ik kan het gewoon niet terugkijken, ik zet het af. Vooral de eerste zoveel vlogs. Dat is nu ook wel minder. Ik vind het ook niet meer moeilijk om tegen de camera te praten. Dat vond ik in het begin wel echt heel erg. En nu ja, ik vlog ondertussen al bijna 3 jaar. Dus het is wel een gewenning geworden. En ik vind het nog steeds leuk. Nee, ik vind het leuker. Ik vind het leuker dan in het begin. Toen vond ik het allemaal een beetje raar en spannend en onwennig. En nu is het een way of life geworden. En als ik zelfs maar een dag niet vlog, dan mis ik het. Ik had... Zo, waar mijn stem nou weer is. Ik heb mijn edit trouwens af. Helemaal blij. En ik had geen trek in thee. Dus ik ga deze proberen. De guava van Picnic. Ik heb deze dus nog nooit op, alleen van Maza. En daar vind ik dit altijd zo lekker van. Dus ik hoop dat deze net zo lekker is, want Maza hebben ze niet bij de Picnic. Eigenlijk bestel ik alles van daar. Dus ik ga hem eens proeven. Ja, deze is ook echt heel lekker. Ik weet niet of die even lekker is als die van Maza. Maar hij is wel heel lekker. Zo, alles klaar. Dus ik heb nog een beetje van mijn lekkere oogschotel opgewarmd. En daar heb ik echt trek in. En ik heb heel braaf niet te veel gedaan. Want ik wil ook niet te veel eten. Het is ook best wel laat, maar ik heb er nu echt trek in. En net zat ik zo vol, omdat ik echt wel heel veel had gegeten. Omdat ik hem zo lekker vind. Dus dit is echt mijn late night snack. Iets te laat, maar... Valt mee. Ga ik nu naar mijn bedje toe. Lekker slapen. Hopelijk deze keer een betere nacht. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. En ik ben volgens mij niet heel erg scherp. Stel eens scherp. Nou. Ja, daar ben ik weer. Ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten.
En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!